zijn hier ook te gast bij Judo Club Almelo. Die helpt ons ook mee al jaren om in deze hal en deze locatie het NK te organiseren. En dat doen ze heel goed. Dus... Het is niet de eerste keer dat ze hier zijn. Nee, het is volgens mij meer dan 6 jaar. En ze helpen met hun vrijwilligers hartstikke goed mee. En we blijven hier nog zeker 2 jaar. Iedere 3 jaar gaan we met de gemeente in gesprek of we een contract gaan verlengen. En de eerste jaar is eigenlijk ingegaan van weer 3 jaar. Dus we blijven hier hierna nog 2 jaar. En dan gaan we kijken of we hier blijven. Maar we hebben het hier wel goed naar onze zin. Op het Wilhelmsveld zijn 16 mannenteams en 11 vrouwenteams. Dus, 10 vrouwenteams. Dus 26 teams in totaal. Ja, dat is echt goed. We hebben ook tijden gehad dat we hier met amper 20 teams zaten. Maar nu 26 teams. Van heel het land komen ze vandaan. Dus het zit echt in de lift. Er zijn een aantal gewichtscategorieën, van licht tot en met zwaar. En er zit ongeveer 5 tot 7 kilo tussen en het 5 of 7 gewichtsklasses bij de mannen en de vrouwen. Zijn er uitgesproken favorieten? Ja, er zijn uitgesproken favorieten. Denk aan de korte, Rotterdam, Hercules, Kennemieu. Dus dat zijn wel de favoriete teams die ook sportprogramma's bieden. Jullie zitten 2 jaar met ons opgescheept en wij vinden dat helemaal niet erg.